Cat Creeper, achter je! Oeh! Ben! Ja, ik zag hem niet. Hij camoufleert met de omgeving. Dat was onze. Moeten we alles verdomme. Ja, we waren toch gaan uitbreiden, dus misschien moeten we. Zo, ik heb alles opgevuld. Zo. Ik heb alles opgevuld. Oh, op het raam na. Ik ben helemaal klaar met het spel. Alles valt aan, alles ontploft. Overal zit een gat in de weg. Ik heb nergens geen last van. Nou, ik wel hoor. Er zit een gat in het huis door mij. Kruid, nee, niet weer! Vermoord hem! Nice. Jezus. Zo bijna weer. We hebben het niet eens een mooi huis, maar goed. Wat doen deze bosjes trouwens? Er is echt veel meer geëxplodeerd dan ik dacht. Oh shit. Er zitten overal gaten. Is dit allemaal geëxplodeerd? Nee, ja. Joh. Dit kan niet allemaal geëxplodeerd. Dat niet, denk ik. Maar de rest wel. Dit is weer een penis, Ben. Oh, Ben. Nee, dat was per ongeluk. Ja. Nee, echt, ik zie het nu pas. Je wilde per ongeluk even je behoefte laten zien. Nee, ik weet hoe ver het is, jongeman. Varken, kom. Varken, kom. Varken, ja. Hij komt eraan. Ja, doe het alleen even. Half. Ik heb geen wortels. Je moet wortels hebben, toch? Nee. Het doel van deze video... Ja, we zijn nu al... Hoe lang zijn we bezig? We zijn al een half uur bezig en we hebben nog geen doel. Nee, we zijn elke keer met dood aan het gaan. We gaan niet uitbreiden, we gaan op zoek. We gaan op avontuur. Ik dacht dat heel ons leven een avontuur was. Hou je mond. Ons leven is een rollercoaster met alleen maar downs. Ik heb 14 brood, ja. Echt? Ja. Allemaal voor jezelf zeker. Kom, let's go. We gaan op avontuur. Ja, in de avontuur. We gaan slapen. Hé, fucker, hij zit hier. Echt? Ja, maar we hebben geen wortels. Hoe maak je een wortel? Hoe krijg je wortels? Ja, ergens vinden in zo'n village. Maar het feit dat er dus zo'n gastje naar ons toe liep, betekent dat er een village in de buurt is. Ja, gaan we die zoeken dan? Ja, tuurlijk. Waar ben je? Ik ben al weg. Op af en toe, ik heb paarden gevonden. Paarden? Waar? Ben, kom hier. Ik kom eraan met mijn gang, ja? Ik heb koeien! Koeien? Slachten! We kunnen baby's van ze laten maken. Dat doe ik dan gelijk trouwens. Hoe tem je koeien? Kijk, wat is er aan de paard? Ik had een paard dat hij in Minecraft. Oh, wat leuk. Met wie? Het is een babypaard. Hij kwispelt. Baby koe. Dat was echt een hoofd met een stuk koe eraan. Oh, dat doe je ook met weed. Ja, maar ze lopen niet mee op de een of andere manier. Nee, ze volgen mij. Zal ik naar huis lopen? Ja. Ik heb ook 12. Koeien. We hebben er ik weet niet meer waar het is, Ben. We zijn zo weinig meters van huis af en je weet het al niet meer. Wist je dat in Amerika een staat is dat als je 65 jaar of ouder bent, dat je met je neef of nicht mag trouwen? Echt? Ja. Als je niemand anders hebt dan maar met je familie trouwen. Ja. Sneu. Maar... Kom nou, loop waar ben je? Ja, ik weet wel waar ik ben. Ik weet het niet. Ik ben echt vertwaald. Dat klonk zoals Game Joe, dat ik even moest nadenken. Serieus? Ja. Kut, waar is mijn koe? Koe. Moe. Hier komen. Die loopt niet meer mee. Nee, ze denken van fuck it. Nope. Kom nou koe. Kom maar koe. Het is zo'n zaaddodend werk. Tering, Jantje. Wietdodend. Ik heb ook een schaap mee. Ik heb 3 koeien en een schaap. Alles is schattig en vierkant. Ik heb 3 schapen, 3 koeien. Nee. Kom. Kijk eens. Kom maar. Ja, mama. Kom dan. Koetje, boe. Kom maar, koetje. Oh, de grens weg. Ik heb 5 kippen. Echt waar? 5 kippen? Jij realiseert echt pas dingen, alsof als jij wat hoort, dat je eerst moet nadenken en dan pas kan reageren. Maar eigenlijk daarvoor reageer je ook al maar, want het is gewoon automatisme geworden ofzo. Dan kom je niet dom over. Kut. Kunnen we met varkens, hebben we, hoe krijgen we nou wortels? Ja, we moeten gewoon zo'n village zoeken. Kunnen we dat beest vermoorden? Ja, je moet me even aankijken. Voor jou! Ik ben bijna dood. Ik kijk hem niet aan. Oh! 18 creeper, kijk uit. 18 creeper.
En een spin. En een skeleton. Oh, en een creeper bij mij. Overleven avontuur met Ben en Mike. Hey, wizard. Relax. Uh-oh. Wizard. Hey. Wizard. Wizard. Het zijn ook gewoon... Oké. Volgens mij gaan ze ons aanvallen. Ik ga weg. Max. wat doen ze? Ze gooien potions. En die zijn best wel sterk. Oké. Dat is niet fijn. Jongen, wat is dit? Oh, we komen nooit meer thuis, Ben. Jawel, ik weet de weg terug. Echt? Ja, en we kunnen desnoods... Hey, een ezel! Ezel? Oh, kut. Hebben we al een dorpje gevonden? Ja, hier. Ondergronds. Het heet... Oh mijn god, ik zeg het en ik zie hem. Wat? Oh, dat is echt een dorpje. Het, ik wil sound effects van... We doen hem gewoon zo. We gaan geen sound effects doen, we doen hem gewoon zelf. Ik hoop trouwens wel dat ze hier wortelen hebben. Volgens mij zijn dit wortelen. Wortelen, ja. We hebben heel veel wortelen hier. We gaan een wortelfarm bouwen, Ben. Ja, we moeten nu echt alles uitbreiden inderdaad. Ik heb potatoes. Er zit iemand echt al zo lang zo in zijn huis. Moet je even komen. Kijk. Dit blokje, even indenken dat het zeg maar geen pad was. Zo zat hij. Echt al de hele tijd. Hij is nooit zijn huis uit kunnen komen. Mark, dit is echt schandalig. Wat? Ja, die konijnen, die gaan zo slow mee. gaan we die helemaal meenemen naar huis? Nee, toch? Tuurlijk. Nee. Van alles één. Nee, van alles twee. Anders kunnen ze nog niet fokken. Denk aan de Ark van Noach. Touché, maar je snapt wat ik bedoel. Hey Mike. Ja? A, het wordt nacht. B. B. Ik heb brownies en die ga ik nu halen. Fuck jou. Dus ja, dat is weer Mark alleen zo, weet je wel. En Ben's webcam gaat gewoon nu even weg, want dat verdient hij niet meer. Hij verdient geen plekje meer in mijn video nu. En ik weet nog steeds niet waar ik heen moet. Dat is gewoon helemaal fantastisch. Ik heb wel weer schapen bij me, maar daar heb ik nu helemaal niks aan. Ik weet het gewoon niet. Hier zijn zombies, schapen, dingen. Alles is hier. Behalve mijn huis. Volgens mij weet ik waar ik ben. Denk ik. Hoop ik. Oh, spin. Oh, nee. Heb ik het nou echt gevonden? Ik heb het gewoon gevonden. Zonder Ben. Wow, daar ging een pijl. Ik heb het gewoon gevonden zonder Ben. Dat is Ben. Dat is Ben weer. Daar heb ik hem aan. Hey. Ben, ik weet dat je er bent. Ben. Uh-oh. Ben. Ik weet dat je er bent, ik zie je gewoon zitten nu. Dan denk je van, hoe kan dat nou? Maar ik heb ogen. Weet je wel? Ik hoorde je koptelefoon opdoen. Ben. Ik ben thuis. Ik weet niet waar jij bent, maar ik ben hier, Ben. Ik hoor je gewoon. Psst, Ben. Kom nou. Waar ben jij trouwens? Oh, daar. Daar is Ben. Kom nou snel, verdomme! Help! Verdomme, Ben. Jezus. Ik zorg harder voor jou verdomme dan voor andere dingen. Ik was mijn brownie aan het opeten. Ja, dat hoorde ik. Ik had mijn microfoon uit. Oh, echt? Ik hoorde je wel komen in ieder geval. We moeten even nog steeds varkens halen. Dat doen we in de volgende aflevering, ja? Ja, dat doen we in de volgende aflevering en dan doen we gelijk een heel mooi huis bij. Ja. Ja, dat is wel heel veel hoor. Ja, maar dat is wel heel veel voor een aflevering, Ben. Ik weet niet of dat... Ja, maar we hebben echt al een goed beginsel. Weet je, dit is zeg maar... Dit is een beetje de aflevering voor een andere aflevering. Een soort pre-quel. Pre-aflevering. Ja, pre-quel-achtig ding. Leuk. Nou, in ieder geval, Ben. Bedankt weer voor het meedoen. En voor het meesmikkelen van een lekkere brownie. Wat? Sorry. Wat? Ik was nog aan het drinken. Oh. En een brownie eten. Nee, die is al op. Want hij was zo lekker. Oké, nou in ieder geval, vond jij dit een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Vond je het geen leuke video? Ben, wat moet je dan doen? Dan doe je ook een blauw duimpje omhoog. Dan doe je een blauw duimpje naar beneden of omhoog. Laat dan weten wat jij niet leuk aan vond. Dat was het einde van deze video. En ik hoop dat jij hebt genoten. Ik wel. Laters. Doei.